En als je zo bezig bent en je wordt getipt door mensen van kijk, daar is er een talent aanwezig, dan moet je achter dat talent aangaan en het talent ook nog voor de microfoon halen om te kijken wie en wat het talent is. Het talent is in Paramaribo, dat wat ik zei, 11 minuten voor 11. Met dank aan mevrouw Rotschalm ben ik op het spoor gekomen van Jamiro Pink. Jamiro, welkom. Hallo. Dankjewel. Jamiro, welkom. Morning, morning, Morning. morning. Ben je net wakker? Goedemiddag, allemaal. Ben je net wakker? Nee. Oh, oké. In het kort, wie is Jamiro Pink? Nou, Jamiro Pink, ik ben een student. Ik zou zeggen een jonge nationalist, een activist, ondernemer. En zo probeer ik ook sociaal bezig te zijn. Vandaar dat ik de stichting heb opgericht. Want thank you, Gitamara. En je bent pas 16 jaar. Nee, 19, Oh, 19. 19. Oké. Van Pinky Gitamara, mooie naam, man. Jawel, zeker weten. En je zegt, je bent student, je bent activist, Jawel. je bent ondernemer en je bekommert je om een heleboel dingen waar het gaat om Suriname. Zeker weten, zeker weten. Waarom? Je bent jong en je kan heel veel. Ja, waarom moet je je bekommeren? Het is toch prachtig in Suriname? Nou, het is prachtig. Het is een, ik zou zeggen, niet gelijk. Want we moeten natuurlijk een aangename levenssfeer voor ieder creëren. En de manier hoe zaken hier gaan, is ja, de politiek doet heel veel. En zo zien we dat de rijken rijker worden en de armen armer worden. Dus ik zou eigenlijk dapper moeten zijn als een kind zonder zorgen. Maar ik ben heel begaan met het lot van het kind. En vandaar dat ik me geroepen voel om iets voor ze te kunnen betekenen. En wat kan je voor ze betekenen? Nou, ik probeer me te focussen op de kinderen in de tehuizen. Ja, we weten allemaal dat we hier in Suriname we weer gebukt gaan onder de sombere deken van armoede. Maar desondanks probeer ik te fundraisen, dingetjes, financiële middelen bij elkaar te verwerven, dat we dan ook een handje kunnen toereiken naar de kinderen in de tehuizen. En wat doe je zoal? Ga je de straat op en wat heb je nodig? Ik gooi die vraag even open hoor, want misschien hebben we luisteraars die hier zodanig in geïnteresseerd zijn dat ze jou contacten. Maar vertel ons precies, wat heb je nodig? Waar liggen goed de tehuizen? Wat zijn jouw prioriteiten om dit aan te pakken? Nou, wat als het ware bij ons de hoogste prioriteit geschiet, is die ontwikkeling. Hè? Want we hebben een volk dat zodanig is ja, onderontwikkeld, zou ik zeggen, dat wij op die manier proberen die kinderen te leren dat educatie de manier is naar succes. En zodoende gaan we naar de tehuizen. We geven trainingen om ja, die normen en waarden weer aan te leren. En zodoende, want die kinderen komen ook heel veel liefde tekort. Hè? Dus zodoende proberen we dan toch bezig te zijn met ze. Dat we dan een gaatje kunnen gaan dichtmaken voor ze. Want ja, het is net als wat ik zei, die armoedegrens is zo groot in Suriname. Dat als het ware de politiek daarop inspeelt om ze bijvoorbeeld een pakket te geven. En dan zo verwerven ze stemmen. Maar ik vind als je iemand echt wil helpen, dan doe je dat niet door middel van een pakket, maar dan geef je die mensen een de mogelijkheid om zichzelf vooruitvloeiend te gaan helpen. Dus vandaar dat we dan dat onze projectplan als het ware zou zijn dat we plantenkasten zouden aanschaffen. En hoe noem je het, die tehuizen weer gaan leren planten. Okay. Efficiënt, makkelijk, zodat ze zichzelf kunnen gaan voorzien. Dus je hebt het over zelfredzaamheid. Prani egi zeker. groente, prani egi tomati, prani alasan di Yusuf kan prani fulibi. Bedoel je dat? Precies, Oké, precies, oké, precies. oké. En wat heb je daarvoor nodig? Want daar gaat het om. Want kijk, misschien hebben luisteraars op dit moment zoveel effort dat ze zeggen van, luister, ik wil deze jongeman hebben. Wat kunnen mensen in de diaspora,
Op dit moment luisteren er minimaal 80.000 mensen dus naar jouw boodschap. Wat heeft Juan Pinky nodig? Concreet. No, to the point. Nou, concreet. Concreet geld. Waarom ik dat zeg? Natuurlijk zijn alle andere dingen welkom. Want we hebben daar ook donaties gekregen van boeken. En we proberen het leesplezier weer naar voren te halen. We hebben ook kleren gehad. We hebben matrassen gehad. Want als ik moet zeggen dat kinderen slapen op matrassen dunner dan een stuiver. Dan gaat iemand niet willen geloven. Maar ik kan nu zelf gaan bewijzen dat zo is. En zo proberen we dan van alles zo'n beetje bij elkaar te schrappen. Maar het hoogste wat wij nodig hebben om al deze projecten te gaan realiseren is geld. Oké. Goed, zometeen ga ik jou, mag dat tenminste, dat ik luisteraars jouw telefoonnummer doorgeef? Zeker weten. Ja, oké, dat gaan we straks doen. Maar niet alleen met het huis ben je bezig, want je bent ook activist. Wat heb je gedaan de afgelopen tijden om te laten zien dat je niet alles pikt als activist? Nou, ik heb me vaker laten horen op verschillende mediahuizen. En dan praat ik over dingetjes net als de infrastructuur, de immigratie, de zogenaamde liberalisatie die ze hier in Suriname naar voren halen. En dan tegelijkertijd probeer ik dan mensen bewust te maken eigenlijk. Want net als wat ik zei, het gaat niet alleen om we proberen de volk een beetje te gaan ontwikkelen als het ware. Want ik zeg maar wat, maar Ivan, achterkomen we inderdaad, weet niet wat kastreserve is. Dus zolang iemand met een pakket op de afkomt, gaat zij stemmen voor de persoon. Dus zodoende proberen we die ontwikkeling een beetje verder tot stand te brengen. Maar ik wilde ook wat aanhalen. Gisteren heeft het, ik ga precies zeggen, nog misschien 10 minuten geregend hier in Suriname. Ze noemen dit een flash flood, hè. En Noord was helemaal onder water. Dus dat zo zie je dat men highways wil gaan bouwen die naar nergens leiden. Ze willen allerlei dingen gaan bijbouwen, maar het basisrioolsysteem in Suriname is niet. En zodoende blijven we als het ware, als je fundament toch niet goed is, dan mag je bouwen wat je wil, maar uiteindelijk gaat het in elkaar storten. En dan zodoende probeer ik dan de oude politiek tegen te spreken om heel wat punten aan te halen. En dan tegelijkertijd je hebt echt een klein groepje rijken hier in Suriname, onder andere de importeurs, hè. En ik heb daarmee heel veel bezwaren, want we praten elke keer over liberalisatie, dat we moeten eten van ons eigen grondje en dat we zelf moeten gaan produceren. Maar de manier hoe deze rijke importeurs de Surinaamse economie hebben gebroken, als het ware, door allerlei dingetjes te laten halen en dan wordt het dan heus onmogelijk voor de Surinaamse producent om te gaan produceren. Want ik bedoel, als je niet kan exporteren, dan probeer tenminste te produceren voor je eigen land, toch? Maar men wil van alles laten halen hier in het land en dan zo gaat onze valuta eraan en dan moeten ze zogenaamde heleboel valuta-interventies plegen, zogenaamde om het arme volk te helpen, maar ze zitten gewoon muurvast, als het ware. En daarmee heb ik heel veel bezwaren wanneer ze men onwaarheden vertelt. En dat zie je gewoon in de praktijk. Dus op die manier probeer ik men bewust te maken. Voor mij, Jamiro, klinkt het nogal vaag hoor. Je hebt het over die importeurs, die importeren. Ja. En wat is er mis mee dan? Dat ze importeren? Nou, net als wat ik je zei. We hebben hier te kampen, iedereen die naar Suriname komt, weet dat de grootste probleem waarmee we hier te kampen krijgen is de koers. Hè? Mm-hmm. De koers. Dus men laat van alles halen en onze valuta gaat dan eraan. En dan daartegenover, dan zitten ze een heleboel interventies hier te plegen, dat we dan een gedevalueerd munt krijgen. En dat is natuurlijk niet gezond voor je economie en zodoende. Maar ik bedoel van, we hebben zo'n kostbaar grondje hier. We hebben mensen hier die werk nodig hebben. Creëer werkgelegenheid door je Surinaamse producenten te gaan stimuleren. Zodat je de export ook kan gaan stimuleren. Dus ik heb er daar heel veel bezwaren mee om te zien hoe een groepje rijken
met André haal ik dit gewoon aan als voorbeeld. Bijvoorbeeld een choy of een tulp, heel wat dingetjes laat halen. En ja, tulp wordt er natuurlijk rijk van. Maar dat arme volk blijft even arm, want die hebt natuurlijk een heel klein groepje mensen die dat kunnen permitteren. Oké, helder. We krijgen over een aantal dagen, volgens mij volgende week, krijgen we een nieuwe regering. Jawel. Is het niet goed dat je dit soort van zaken vanuit jouw visie als jonge man, die wellicht ook al mensen kan motiveren, dit bij hun dan kan droppen? Nou, we hebben gauw gezien dat het mis is gegaan bij het vormen van de nieuwe regering. Dat is... er is nog sprake dat de oude politie zich circuleert. Maar ik ben afgelopen maandag naar het volkshuis geweest. Ik heb een petitie ingediend. En dat ging omtrent dat wij als studenten heel veel bezwaar aantekenen dat de scholen weer open gaan. Dat de kinderen fysiek aanwezig moeten zijn. Desondanks we elke dag een nieuwe coronadode hebben. Dus vandaar dat ik daar was. En ik heb dan tegelijkertijd gezegd... ik was in vergadering met meneer Santoki, met lid B van de ABOP, meneer Gayadin, Ivanildo Plein van de NPS. Dus ik heb ze allemaal gelijk gezegd dat de echte verandering niet alleen rust op de schouders van politici, maar ook gewoon van de vakbeweging, het bedrijfsleven, overige betrokken burgers, jong en oud, die willen werken om dit land tot grotere hoogtes te brengen. Dus... Ik probeerde daar ook een zegje te doen. Maar ik ben tenminste blij dat er een nieuwe wind is komen waaien. Een nieuwe regering gaat vormen. En ik hoop op die manier dat... ze zijn natuurlijk nu in een heel diep put eigenlijk. Maar ik hoop dat ze toch wel wat kunnen bewerkstelligen voor het aanbevallen. Jij bent student en wat doe je precies? Ik zit op het HAVO. Oké, mooi. En als je HAVO hebt afgemaakt, wat ga je oppakken? Ga je door? Nou, of word je ondernemer fulltime? Nee, ik ga zeker door. Die basisontwikkeling is wat de hoogste prioriteit bij mij geschiet. Mm-hmm. Je moet natuurlijk weet van zaken hebben, dus ik... zou graag door willen gaan. Ik heb wat studies voor zich. Die ook heel wat geld kosten vanwege die valuta hier in Suriname. Maar ik werk er zeker naartoe. We blijven sparen. We blijven positief. Dat we het voort kunnen zetten na de HAVO. Na het HAVO. Heb je al contacten met mensen hier in diaspora, in dit geval Nederland, waarvan je zegt van, hey jongens, ik heb jullie hulp nodig? Nou, niet echt. Ik heb wel heel veel familie daar, maar ik heb niet echt contact omtrent de stichting. Ik ben er ook pas mee gestart om een beetje 3 maanden. Okay. We hebben dan wat projecten voor kunnen zetten, maar de corona werd zo heftig hier in Suriname dat we dat even moesten on hold zetten, want de jongeren worden dan een beetje bekommerd in het vrij bewegen. Hè? Dus ze hebben die verantwoording af te leggen aan hun ouders, dus ze mogen niet echt vrij gaan bewegen. Maar we proberen dan... Ja, ik probeer dan toch via uw programma een stemmetje laten horen daar aan die kant. Dat ze dan ook hun medemensen hier in Suriname kunnen gaan gedenken. Oké. Jamiro, kort, je oproep. Wat heb je nodig? Voor wie heb je nodig? En hoe kunnen mensen jou bereiken? Ga je gang. Shoot. Nou, wat wij nodig hebben is... als het ware geld. We willen heel veel projecten realiseren. We willen heel veel kunnen betekenen voor de Surinaamse burgers. En in het bijzonder de jonge Surinaamse burgers. Want hun zijn de toekomst en hun gaan Suriname een heel ander gezicht moeten gaan geven uiteindelijk. Dus ik probeer een boom te buigen wanneer het nog jong is. Dus dat is ons doel van de stichting, ons visie. En we weten dat het geen gemakkelijke taak is. Maar dit is een uitdaging voor ons, om ons land en onze burgers naar te beschermen eigenlijk tegenwege van ellende. Dus als u het kan permitteren om een donatie te schenken, kunt u mij altijd bereiken op het nummer 712-500. Nog een keer? Ik herhaal 712-500.
20500. Oké, okay, we gaan dit volgen. Dit is niet de laatste keer dat we jou hier op deze zender hebben. Want we gaan dit ook onder de aandacht brengen van het Nieuwbewind. Dat staat aan te komen, ja? Ja, zeker. Oké, okay. Aboum. Oké, okay, fijne zondag. Dus, hè? Zeker, en ik dank u ook nog hartelijk voor dat ik op uw programma mag zijn. Het is onze plicht. Oké, okay. Aboum. Is goed. Bye-bye. Doei. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij niet weet. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij bij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen, alles voor mij, voor mij. Geef mij eens je handen, ik wil eens zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde vrouw. En jij maakt me zo klein als je is. Ja, dit is de heer Kenny B, de man.